Heb jij ook een innovatielab of een innovatielab op je werk? Er zijn heel veel bedrijven die inmiddels een innovatielab hebben of willen beginnen met een innovatielab. Maar ik hoor ook bedrijven die zeggen: een innovatielab, alles is toch innovatie en iedereen in onze organisatie moet weten wat innovatie is en hoe ze daar om moeten gaan. Nou, is dat een heel mooi ideaal beeld? En daar ben ik het eigenlijk ook mee eens. Uiteindelijk wil je natuurlijk dat iedereen in je organisatie weet dat er verschillende soorten innovatie zijn, welke soort innovatie op welke manier aangevlogen moet worden en welke soort innovatie je op welke manier beoordeelt. Maar in de praktijk is het zo dat voordat je bij dat ideaalbeeld bent of bij dat ecosysteem, dat je toch tijd nodig hebt om al die nieuwe dingen, om die nieuwe processen, die manieren van doen over innovatie onder aandacht te brengen. En dat dat tijd kost. Maar ook dat dat belangrijk is dat het vanaf één plek georganiseerd wordt. En je ziet vaak dat in de praktijk zo'n innovatielab dan ook een goede oplossing is om zo ver te komen. Zo'n innovatielab kan heel veel aandacht besteden aan, nou ja, wat doen we nou anders? Wat moeten we anders gaan doen? Waarom moeten er dingen anders? We beginnen vast met wat dingen om te laten zien. We doen opvoeding, we doen educatie, maar we doen ook projecten om te laten zien wat er anders kan. En ik heb precies die discussie gehad ook met een aantal innovatielab managers. En die zeiden eigenlijk hetzelfde. Die zeggen: ik ben nu 3 jaar verder en nu sta ik op het punt waarop ik innovatie kan professionaliseren, waarop ik het een stap verder kan brengen. Maar tot die tijd had ik eigenlijk niet zonder dat lab gekund. Heb ik het nodig gehad om, ja, het woord innovatie, nou ja, om daar opvoeding in te doen, om dat duidelijk te maken aan stakeholders, om er ruimte voor te krijgen van de board. Dus eigenlijk was het wel noodzakelijk om het eerst zo te doen. Ik ben benieuwd hoe jullie daarover denken. Heb je daar ervaring in of gedachten over? Laat het dan maar dan weten in de comments.